Goeiedag. Goeiedag. Ja, hij is op de stang gevallen. Mm-hmm. Hij waarschijnlijk een hoog energetisch trauma opgelopen. Is ABC instabiel? Mm-hmm. Geen reactie. Ik heb een zuurstoffles van 15. Startup check. Yo. Zoek gelijk even contact met ATC ook. Meetjes kloppen, spanning. Coward, lifeline 1 with the stempel, 2 stijgen is heading 210. Yes. Roger, lifeline 1, proceed to Alsmeer and then heading hard towards the southwest. Let's go. 500 feet below. 500 feet below, initially Alsmeer. Alsmeer, goed. Morgen, lifeline 1. Lifeline 1, Amsterdam. Goedemorgen. Dat is... Even kijken, ik heb de vluchtcoördinaten in de computer gezet. Als goed zou je nu op een navigatie moeten zien. Ja, top. Eens even loeren naar de klapbevelen van de meldkamer. Ze gaan in een dorp. Daar zou een jongen gevallen zijn. Bijstand voor de ambulance direct inzet. Zo gaan om een hoog energetisch trauma. Patiënt zou een leeftijd hebben van de 14 tot 16 jaar. Verder informatie onbekend. Nou, dan gaan we ter plaatse zien, zeg maar. Ik denk dat we er met 3-4 minuten zijn. 3-4 minuten, top. Goed om te horen. En de politie ons ter plaatse op kan vangen als het nodig is. Ik denk, ja, het is een dorp, zei je, hè? Ja. Dat moeten we even zien. Ik blijf gewoon lekker hier vliegen in plaats van over de bergen. Dat scheelt enorm. Ja, plus kunnen we even genieten van het uitzicht. Ja, dat zeker. Mijn huisje is niet rechts, hè? Dat is een resort. Ooit. Ooit op een dag? We verkopen die helikopter, dan gaan we er wonen, jong. Gaan vliegen. Ik denk nog... ver nog? Ja, we zijn wel op de helft. Ga in ieder geval de goede kant op. Ga je nog steeds geen extra informatie te plaatsen? Nee. Eerste ambulance zou onderhand nu te plaatsen zijn. Als het goed is. Ja. Die zouden nu bezig zijn met de patiënt. En verdere informatie zouden we doorkrijgen. Maar ik heb nog niks gehoord. Oké, we gaan eens even kijken. Het is natuurlijk ook wel belangrijk dat we... goede landingsplek hebben. We zullen even uitwijken. Zitten ze verder op een militaire basis. Daar mogen we niet overheen vliegen. Nee, dat is een no-fly zone. Dat is wel een goeie. Oké, hier rechts zie je. We hebben zo meteen een scramble van een F-16 achter ons. Dat moet je niet hebben. Vlieg hier niet. Normaal denk je echt, wow, die helikopter gaat snel, maar nou duurt het zo tergend langzaam voordat we er zijn, vind ik altijd. Nou, als je het in vergelijking afzet, dan zijn we nog best snel. Ja, tuurlijk, ik bedoel, die ambu die redt het niet, maar... nou, kom maar aardig in de buurt. Die hier rechts kijken, jongen. Dat is mooi. In ieder geval alweer extra klappen geregeld. Zo te zien is de patiënt een tijdje buiten bewustzijn geweest. Ziet er allemaal vrij in zich uit als de klappenregels leest. Dus ik hoop dat we zo snel mogelijk een goede landingsplaats hebben. Ik wil eigenlijk het liefst stabiliseren en zo snel mogelijk direct doorvliegen. Kijk maar even. Hier is het dorp. Dit was in het noorden ervan. Mooie van mooie kuststroken op de landen, dat scheelt. Even kijken wat ze zijn. Het zou hier aan de rechterkant moeten bevinden. Ik zie daar een ambu rechts, zie je dat? Bij een workout systeem of zo. Ja. Zie jij een goede plek om te landen? Hier, als je nu direct onder ons hebt, heb je een goede plek om te landen, zo te zien. Weinig obstakels, 25 meter, wel vrij gebied. Oké, schut.
Rustig. Top. Zo. Politie was ook onderweg, die gaat de heli beveiligen. Ja, het is hier aan de hand. Ga vast de spullen pakken. Ja, ik pak de tweede tas. Mooi. Neem ook de zuurstofkoffer maar mee. Jo. Goeiedag. Goeiedag. Ja, hij is op de stang gevallen. Mm-hmm. Hij heeft waarschijnlijk een hoog energetisch trauma opgelopen. Is ABC instabiel. Mm-hmm. Geen reactie. Ik heb een zuurstoffles van 15 liter toegediend. Oké, nou blijf 15 liter per minuut geven. Het ziet er niet zo uit. Ik ga even een infuus aanleggen met natriumchloride. Zij even vast kan houden. Jo. Ja. Ondertussen even ga ik hem intuberen. Is hij nog buiten bewustzijn geweest? Weet je iets nader over of niet? Ja, hij is toen ik hier aankwam was hij buiten bewustzijn. Ik weet niet hoe lang hij hier heeft gelegen. Oké, dat is vrij ernstig. Nou, dan ga ik hem in ieder geval een shotje ringerlassa toedienen. Oké, in ieder geval de sticks plakken. Als jij hebt, heb je de kledingschaal voor mij? Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, ja. Oké, overknipt naar al de meets aan. Voor deze ga je doorlezen. Slechte reactie, jongens. Het ziet er allemaal niet goed uit. Is ook niet echt stabiel, of wel? Nee, wat een lastige dit. Dus Oké, Lucas pakken of wat? Nou, hoef hem nog niet te reanimeren in ieder geval. Het is in ieder geval nog hopelijk te redden. Als jij ondertussen eventjes gaat intuberen, als de bademing overneemt, dan neem ik even contact met het ziekenhuis om te kijken naar welke die gaat, ja? Jo. Knijpen. Als je ergens hulp mee nodig hebt, moet je het zeggen. Ja, komt goed, dankjewel. Ga maar door. Zo. Ja, helder. Er is in ieder geval genoeg zuurstof binnen, dat is wel belangrijk. Dan kijken we zo even wat de arts verder wil. Ja, oké, helder. Ja. Oké, ja, goeiedag. Ja, patiënt, hoofdletsel, 16 jaar oud. Zijn gevallen zijn op stang, ondertussen 20 milligram ringelastaat toegediend. We hebben nog een infuus natriumchloride aangelegd. Ja, ik heb waarschijnlijk een bewustzijnverlies gehad van boven de 30 minuten en een initiële PGCS van onder de 12. Helder. Ja. Hey, zijn hartslag zakt. Zijn onderweg. Oké, 3 milligram adrenaline toedienen. Oké, ik wil niet te lang treuzelen. We pakken een backboard vanuit de ambulance. Die ga ik nu pakken. Hop, planken en spinnen, de heli inladen, we kunnen bij het traumacentrum van het UMC nog terecht. Moeten we nu gaan. Oké. De plank, adblocks vast, denk om zijn hoofd, hou zijn nek stabiel. Ik zeg, tellen. Als jij een handje mee kan tillen met de ambulancebroeder samen, dan laat hem snel in, ja? Dat is goed. Oké, 1, 2, 3. Jo. Naar de heli. Ik moet ook nog de opstartpauze duren. Ze zeiden het duurt wel 3-4 minuten voor we weg zijn. Ja, maar laat hem in ieder geval in. Dan laat hem achterin, dan kan ik de checks blijven doen. Dat is goed. Nou, ik heb jou voor nodig aan de voorkant, hè? Die ambulancekerel moet even checken. Oké. Even voor de opstartprocedure. Oké. Zet hier maar even de plank neer, jongens. Hou hem even hier vast. Jo. Oké. Blijf beademen. En mocht er wat veranderen op de monitor, geef een geel, ja? Ja, komt goed. Oké. Laat maar op. Meters check. Alles goed, check. Strak uit, brandstof komt goed. Yes. Ziet er goed uit. Ja, ik kan hem inladen. Oké, top.
Nou, het wordt even zwaar. Denk om je ook even met z'n tweeën het bord te pakken. 1, 2. Oh. Ja. Nou, de achterklep is open, laat hem achterin maar in. Oké, als je wat afstand neemt, dan gaan we opstijgen, ja? Ja. Jo. Dankjewel. Oké. Een sweep naar ongeveer, wat is het, 40 graden. Richting oosten, noordoosten. Waar gaan we heen? We gaan richting het UMC. Als het goed is, is het al recht vooruit. Weer dezelfde route langs de kust. Dan kun je direct terug op de eigen ziekenhuis landen. Nou, ik denk dat we binnen 5 minuten zijn. 5 minuten? Ja. Kijk, er is zo'n uitzicht. Nou, nog steeds geen reactie. Het ziet er allemaal heel slecht uit wel, maatje. Ik vlieg door. Het crashteam staat klaar op het UMC, dus we moeten echt... Mag een rechterlijn heen vliegen van ATC, dus geen probleem. Ja, we hebben in ieder geval vrije route, maar denk nog wel om die lege basis, omdat het beperkt er ruim. Zo. Nou, ik heb hem hiervan aangesloten op de automatische zuurstofpomp. Nou, die cilinder is jou nog wel even vol. Ik denk dat hij nog wel een paar minuten volhoudt. Ja, ik ga toch wel voor de zekerheid de autopuls klaarleggen, want het ziet er niet goed uit. Ja, ik kan moeilijk landen hier. Stoppen. Nee, het lukt wel achterin. Blijf maar doorvliegen. En door. We zijn in ieder geval bij de legerbasis nu en we buigen zo weer af richting de kust. Top. Oké. Ik heb hem stabiel. Ja? Ik heb hem stabiel. Ja, ik heb hem stabiel. Nog 3 minuten, dan zijn we er denk ik. Snel doorvliegen, ik heb hem nu stabiel. Ja. Ik krijg ook weer puur reacties. Okay. Dit ziet er heel goed uit. Dit ziet er echt heel goed uit. Ja, ik vlieg zo hard ik kan hier. Dit ziet er echt heel goed uit. Gelijk komt, ik heb contact met het ziekenhuis even opnemen, ja? Ja, ga je gang. Hallo? Ja, goeiedag. Traumaats, ja. Ja, is weer met Traumaats. Derk, ja, goeiedag. Ja, we zijn onderweg aan vliegen met 5 minuten te plaatsen. Momenteel in de helikopter heb ik hem stabiel gekregen. De patiënt is momenteel alles is stabiel. Ik heb een pleurreactie. Reageert op het licht. Patiënt is zo bij elkaar gerekend ongeveer 10, 20 tot 30 minuten buiten bewustzijn geweest. Dus we zitten op het randje van licht tot ernstig letsel. Dus moeilijk vast te stellen, maar in ieder geval zijn we onderweg. Ja, we zijn aanvliegend in ieder geval. We vliegen nu de stad in. Helder, top. Ja, alsjeblieft geen probleem voor mij. Ja. Contact gehad met UMC. Crashing staat klaar. Als het mee zit, dan komt deze jongen er gewoon bovenop. Ik hoop het voor hem. Ik hoop het ook. Maar daar gaan we wel vanuit. Zeker. Lastig te zien zo, mijn GPS is een beetje raar, even kijken. Hier voor je zie ik het ziekenhuisgebouw. Ja, daar rechts van je af. Zie je hem? Iets hoog te maken. Juist. Ja, oké, een sweep geven. Een bochtje draaien. Landingsplaats is vrij. Gunstig aan de grond kunnen krijgen. Het is wel een beetje winderig hier zeg. Kan nog. Het is een beetje... Ik draai hem even. Wat. Maar je krijgt hem onder. Kom maar. Zet maar neer. Ja. Rustig aan. Hij staat niet netjes man. Nee, de boom. Oh shit. Ja, ik moet nodig op hercursus denk ik. Ik heb in ieder geval wat kort gebied. Ja, bedoel ik. Nou, het groen vervoer mag er wat zijn. Even daarna check.
Ja, hij is goed. Heb je die boom geraakt of niet? Ja, dan ziet het er wel naar uit. Hier liggen de stukken. Nou ja, we tillen die vent binnen en dan op de thee. Ja. Heb je hem? Ik heb hem. Kom. Daar is de crash team ook al. Kom maar, stand naar binnen.